Vitesse zit in een moeilijke fase in de competitie. De Arnhemmers wisten de laatste 5 wedstrijden in de Eredivisie niet te winnen. De laatste zege werd op 1 oktober behaald, toen in Gelredome met 2-1 werd gewonnen van FC Groningen. Het was de laatste wedstrijd die Michael van der Werf voor Vitesse speelde, want daarna raakte hij geblesseerd en stond weken aan de kant. Inmiddels traint de verdediger weer volop mee en voelt hij zich weer helemaal de oude. Met een blessure gaat het eigenlijk heel goed. De laatste weken toch wel veel gedaan, hard getraind om terug te komen en om snel terug te komen. En ik kan alles. Ik kan volle bak meetrainen. Dus dat is fijn. Ik voel me goed. Dus ik hoop zo snel mogelijk weer op het veld te staan in de wedstrijd. Ja, gaat heel, heel erg goed. Gaat echt de goede kant op. Alleen, het is net te vroeg, deze pot. En wellicht de volgende week zit hij erbij, want het gaat behoorlijk goed en behoorlijk hard. Dus, en het is gewoon een uitstekende speler, dus wat dat betreft willen we hem er ook graag bij hebben. Ja, want de laatste overwinning die jullie behaalden was op 1 oktober met hem nog in de basis. Daarna verspeelden jullie een paar keer een voorsprong. Kan het ermee te maken met zo'n ervaren jongen die veel praat had, die dan juist wordt gemist? Nou, wat mij betreft mogen ze wel meer praten met elkaar, hoor. Ik vind dat juist echt een verbeterpunt bij ons. Maar ik denk dat het verschil tussen Van der Werf, Kasia, Miasga, Kruiswijk niet zo groot moet zijn dat we afhankelijk moeten zijn van Michael. Maar het is wel duidelijk dat Michael wel een bepaalde positie heeft in onze groep bij het trainen en bij de wedstrijden. Dus wat dat betreft zal de concurrentie op die plek toenemen. Ja, je moet noodgedwongen puzzelen dit weekend, want Nakamba is geschorst. Hoe ga je dat oplossen? Is dat voor gewoon op zijn oude positie? Nou ja, kijk, we hebben wel een idee, maar ik wil niet meteen alles neerleggen bij onze tegenstander niet. Laat zij ook maar, zoals wij ook moeten puzzelen naar hun situatie, laat ze dat maar ook naar ons toe doen. En dat is niet om vervelend te zijn, dat hoort nou eenmaal bij het spelletje. Dus vandaar dat ik dat niet zo heel gauw aangeef hoe of wat. De tegenstander van zaterdag is Excelsior. Na een mindere periode lijken de Rotterdammers de weg naar boven te hebben gevonden. I know that they can stay back a little bit and make it difficult for us and then go to their first player in the attack so they can go to counter-attacks. So when we attack, we need to make sure we finish the attacks and make sure to be in the right position to stop their attacks. The defensive player, while we attack, we need to make sure to be in the right position. Then we can stop them. Nou ja, kijk, het is een feit dat zelfs PSV hier vrij ver inzakte, ons aan de bal liet. Daar hadden we ook behoorlijk veel meer balbezit. Feit is wel dat we moeten beseffen dat hoe vaak we ook meer balbezit gehad hebben in wedstrijden, kwamen we niet altijd als winnaar eruit. Integendeel. Dus dat zijn wel zaken waar je over na moet denken. Want ik denk dat Excelsior ook nu weer in zal zakken. En die zal steunen op die 4 snelle mensen voorin. Of in ieder geval mensen met heel veel loopvermogen. En dat is wel iets waar we heel erg alert op moeten zijn. Maar het belangrijkste zal weer zijn hoe goed wij zijn in balbezit. Want hoe minder je de bal verliest, des te minder kansen de tegenstander kan creëren. Yeah, first of all, every game we come to take the 3 points. Of course, we didn't have the best result lately. What we can promise is to give 100%, to come as sharp as possible, to fight for every ball, to try to play as smart as we can to win the game.